Ezeke zei zo. Oh, even de nieuws. Ik ga een Battle Pass giveaway doen. Ik ga hem 2 keer giften. Oh, dan giften we steeds 2 weken met anderen hebben. Oh, hier staat dat. Dus ik ga weer aan een random persoon giften. Ik ga hem dus 2 keer weggeven, zoals ik al zei. En ik ga de winnaars bekendmaken de eerste week van januari. Dus wil je het nieuwe jaar goed beginnen met de nieuwe Battle Pass van Fortnite? Bijvoorbeeld Doomslayer. Of zelfs The Witcher die eraan komt. Waar die al te landen. Het enige wat je hoeft te doen is te abonneren op mijn YouTube kanaal. En mij een foto sturen dat je geabonneerd bent via Twitter of Instagram. Of via TikTok dan maar ook. En ja, dit was het voor deze video dus. Dus ik zou zeggen, doe mee met de giveaway. En wie weet, misschien wil je wel. Ietsje zo, deze video laat ik even zien van de Reboot Rally Awards. Dit is de Vision Board. Deze krijgen wij voor mij 200 punten in totaal. Nee, 150 bedoel ik. Voor de rest krijg je ook nog de Control LED Focus. En was ook nog. Voor mij staat de Eros. Deze emoticon. Ja, de andere is van Marvel. Ik weet alleen niet waarom die in die buis staat. Het is in ieder geval die emote staat ook apart op mijn YouTube kanaal. Dat is de Sink. In ieder geval van Wolverine is daar een emote. En voor mij is het alleen de emote. En die krijg ik dus. Ik weet niet waarom ik hem hier niet in kan vinden. Sorry. Deze krijg ik dus. Nee, dit is de normale. Dat is wel de goede, deze van Cedarwar. Die krijg je dus. Maar daar kan ik geen gameplay van zien, want die staat wel apart op mijn YouTube kanaal. En mocht je die emote dus al hebben, dan krijg je gewoon V-Bucks. Dus 500 V-Bucks volgens mij krijg je dan. Van de blijven spullen als je kunt zien of als je verder weg gaat. Dus de rap is niet animated of iets. Ja, voor mij wel minder trouwens. Ja, minder geeft licht. Dat was het gameplay van de Reboot Rally Wars. Die kun je dus hier vinden, Reboot Rally. En dan moet je dus samen spelen met iemand anders. Ja, of je doet het gewoon op een andere account dus met elkaar, dat kan natuurlijk ook. Krijg je als eerste dus, ik bedoel bij ons 5 punten of zo krijg je deze surfboard. Dan is deze rap, krijg je ook nog. Ik ken ook nog deze emoticon. Hij doet dat helemaal niet. Oh, misschien normaal, daarom deed hij niet. En deze iemand, maar het staat apart op mijn YouTube, staat hij apart vermeld. Als je deze al had, krijg je dus 500 V-Bucks. En ja, dat was voor deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Even kijken om te liken en te abonneren.